Goedemorgen, welkom bij de demonstratie van het snel ontbijtje. Ik maak vanochtend een Vega One smoothie, daar heb ik al vaker over geschreven. Ik ben Desiree, coach Desiree. Je ziet me even niet in beeld, alleen mijn hand, anders wordt het een heel raar filmpje. Voor de snelle demonstratie hier een paar stukken meloen, die ligt daar. Een sinaasappeltje, even snel grof een schilder vanaf gehaald. Een pak sojastengel, lijnzaadjes, chiazaad. Zaad en amandelmelk en een schep Vega One. Goed, het is een vrij kleine beker, dus ik doe het in twee delen, anders past het gewoon niet. Hierin eventjes de meloen en de sinaasappel in grove stukken. Het is echt heel simpel, het kost echt maar een paar minuutjes. Nu natuurlijk een beetje gesmokkeld omdat ik het een en ander al heb schoongemaakt, maar het is gewoon niet zo interessant voor de film om te laten zien hoe ik een sinaasappeltje bel. Zo, een beetje proppen misschien, een beetje eruit. Even snel blitsen, oren dicht. Zo. De rest van de spullen erbij. Ik doe dit dus gewoon alleen in twee delen, omdat het anders niet past. Dat is de enige reden. Kontje van de baksoi erop. En grote stukken erin. De baksoi gaat het eigenlijk natuurlijk om het groene gedeelte. Je kunt ook sla doen. Of spinazie. Of iets anders groens. Maar mijn bekertje is een beetje klein. Als je een grotere blender hebt, gaat het natuurlijk makkelijker. Dus even snel nog in de blitzer. Dan doe ik er een beetje amandelmelk bij. Je kunt ook water gebruiken. Ik vind amandelmelk wel lekker omdat het lekker romig is. Ik doe een schep Vega One erbij. En dus is leeg, bijna leeg. Dit is de neutrale smaak. Die gebruik ik zelf het liefst. Zo. En dan een dessertlepel chiazaad. Dessertlepel lijnzaad. En een dessertlepeltje hennepzaad. En voor de laatste keer de deksel erop. En dan heb je een supersnel, heel gezond ontbijtje. Proost. Je kunt het ook 's ochtends even snel maken voordat je naar je werk gaat. Dan in een fles doen, bijvoorbeeld een glazen fles. Neem het lekker mee naar je werk. Niks aan de hand. Iets makkelijk. Dankjewel voor het kijken.